De film gaat over het chaotische leven van Claire, gespeeld door Suzanne Visser. U vast kent van de serie Gooise Vrouwen. In een notendop komt de film hierop neer. Gedoe. met de stad op de fiets. En scheiding, een nieuwe minnaar. Nou, dat soort dingen allemaal. En een van de mensen die zorgt voor al dat gedoe is Stefan Rokebrand. Ik speel Thomas. Thomas leert Claire kennen in het begin van de film. En gedurende de loop van de film is er een soort aantrekken- en afstotenbeweging tussen die twee. Voor de in Rotterdam geboren Suzanne Visser is het een feest om weer terug te zijn in haar geboortestad. Ik vind het heel leuk om hier een film te draaien. Dat was eigenlijk altijd stiekem zo'n wens van mij. Ik dacht, het lijkt me leuk om in Rotterdam een keer iets te filmen. Ook omdat ik had een heel erg heftig Rotterdams accent toen ik op de toneelschool kwam. En dat moest er natuurlijk uitgeramd worden. En ik heb het nooit meer kunnen gebruiken. Dus hier, ik praat niet heel Rotterdams in de film, hoor, maar je mag het wel gewoon horen. Toch hoef je niet in Rotterdam geboren te zijn om het er naar je zin te hebben. We hebben echt een te gekke pand op de Nieuwe Binnenweg, wat het huis van Claire is. En daar zit je midden in de stad. En vanuit het huis kun je de Erasmusbrug zien. En de stad speelt wel een rol mee in de film, als het ware. U kunt de crew van Richting West nog tegenkomen in de stad, want er staan nog 9 draaidagen gepland. Als alles meezit, gaat de film tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht in première.